alle slechte weervoorspellingen ten spijt. De Stoppeldij in Nijbeets beleefde een zonnige dag en met een record aantal betalende bezoekers. Het ringsteken, de maaiwedstrijden en de roofvogelshow bleken grote publiekstrekkers. Ook de hoefsmid, de schaapherder met zijn honden en de demonstraties met jachthonden in en om de Petgaten kregen veel belangstelling. De Stoppeldij in Nijbeets werd uiteraard gedomineerd door de ronkende trekkers en de landbouwmachines. De oogst werd van het land gehaald, de roggen gedorst en de paarden trokken de ploegen door het Stoppelland. Ouderwetse zweelmachines en trommelschudders in vol bedrijf maakten het nostalgische plaatje compleet.